Goedenavond, welkom bij Zondag met Lubach. Dames en heren, we zijn weer terug met publiek. Op veilige afstand van elkaar en allemaal huishoudens. En dat is wel geinig hoor. Bijvoorbeeld, even kijken, een familie van Uffelen, laat je horen! Yay! Ja, lekker triest. Oké, nou, ik ben 6 maanden weg geweest. Wat is er allemaal gebeurd? Nou, pandemie. En dinsdag was het Prinsjesdag. En dat is voor mij altijd een van de hoogtepunten van de derde dinsdag van september. Maar wat ik dit jaar een beetje had met Prinsjesdag, het was gewoon niet hetzelfde. Een Prinsjesdag die in alles anders was dan die van vorig jaar. Alles was anders deze Prinsjesdag. Een totaal andere Prinsjesdag dus. Ja, maar het gaat dit jaar dus echt anders. Dus dat is ook weer leuk om te vertellen wat er dit jaar anders dan anders gaat. Ja, dat is wel leuk, ja. Ja, nou, noem eens iets dan. Noem eens iets. De koningin in een zijden gele japon met stroken die ze blijkbaar eerder al gedragen heeft in 2018. Maar toen was hij wat lichter van kleur. Ze hebben hem donkerder gemaakt. Donkerder gemaakt. Ja, 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 hij was geel en nu is hij donkergeel. Maar die is gewoon meegewassen met de onderbroek van Willem-Alexander. Goeie redding, Maxima. Ik heb de jurk donkerder laten maken. Sure. Zo rolt Maxima. Majesteit, is dat nou een deuk in uw auto? Nee, ik heb de auto kleiner laten maken. Oh, zo prachtig geworden. Prachtig, prachtig. Alles was dus anders, maar wie de televisieuitzending zat te kijken, kreeg toch een beetje mee hoe het had kunnen zijn. Geen koets, geen rijtoer, geen militaire ereafzetting in de stad. Verder geen paarden, maar motoren voor de koning. Normaal gesproken rijden er 8 paarden voor de koets. Ook dit jaar bijvoorbeeld geen saluutschoten. Geen optocht, geen glazen koets, geen hausé. En ook geen flamboyante hoedenparade dit jaar. Dit is maf, want blijkbaar is dit bedoeld voor mensen die nog nooit hebben gekeken. Want de rest, die weet wel hoe het eruit zag. Dus dit verslag was voor iedereen die voor het eerst keek. Maar als die mensen toch niet weten hoe het er normaal aan toe gaat, dan kun je ze net zo goed van alles wijs maken. Hier, kijk. De ministers komen binnen. Minister Wopke Hoekstra. Dit jaar met broek. Bij de stoelendans is dit jaar 1 stoel extra neergezet. Waardoor iedereen een plekje heeft kunnen vinden. Dat is jammer. De koning stapt uit via het portier, niet via het dakraam, ja. Zo kan het natuurlijk ook. Maxima zonder Wilfred Gené. Even zien of ze de koprol wel gaan. Nee, de sobere buiging. Het gezelschap komt de grote kerk binnen. Iets langzamer dan gewoonlijk, want geen rolschaatsen dit keer, zo te zien. Jesse Klaver zal dan ook wel niet uitgebreid gaan zitten gapen. Dat... Oh ja, nee, dat doet hij wel gewoon. Ja, dat doet hij wel. Natuurlijk was niet alles anders. De ministers die waren er gewoon bij. De minister van Defensie, Ank Bijleveld. Minister Kaag voor Buitenlandse Handel. Minister Slob van Onderwijs. En Sander Dekker. Astrid Kersenboom die weigert nog steeds Sander Dekker minister te noemen. Dat is zo kinderachtig. Die man die is minister. Wat je nou ook van hem vindt, of je hem nou incapabel vindt, of juist heel ongeschikt, of gewoon een slechte minister, dat doet er even niet toe op een dag als vandaag. Nou, de staatssecretarissen die mochten trouwens niet komen. Geen staatssecretarissen die zijn vandaag op uitnodiging van staatssecretaris Van Veldhoven bijeen in een bunker in Rijswijk. Wat is dit voor alternatief? Ja, we kunnen niet met z'n allen naar de verjaardag van oma, dus de rest ziet elkaar in een slachthuis in Meppel. Maar waarom in een bunker? Dat doen ze omdat vanwege de coronavoorschriften er te weinig ruimte is voor al het volk in de grote kerk. En daarom gaan ze naar een alternatieve locatie. En hebben ze gekozen voor de nucleaire bunker in Rijswijk. Ik snap het nog steeds niet. En de familie van Uffelen toch ook niet? Nee, nee. Dit blijft triest dit. Hallo aardbewoners, hier Arjen Lubach vanaf de planeet Mozark. Vrolijk Murilan iedereen. Ik hoef geen cadeautjes, maar abonneer je wel even op ons kanaal. Dat is wel zo netjes. Ja, toch? Klik ergens.